Ieder jaar geven de vrijwilligers van Beats & Bands uit Lottum zich weer helemaal. Binnen een week tijd bouwen zij een van de mooiste podia van Horst en de Maas. Ook dit jaar zijn de klussers de stijgers ingeklommen. Wat staat er allemaal op het programma dit weekend? Klaplopers komt langs, Johnny 500, Bunker Rave uit Nijmegen. We hebben Cellapix uit Horst weer staan. Nog meerdere bands, ik durf niet precies te zeggen hoeveel en welke allemaal. Maar het wordt een bomvol programma met donders veel muziek en beats. En dit jaar, wat voor thema hebben jullie? Want ieder jaar veranderen jullie weer qua thema. Ja, ieder jaar doen we een ander thema. Dit jaar is het een beetje Oost-Azië-achtig. We hebben in ieder geval, je ziet het ook, van allerlei banners. Rode kleur, Bordeaux, rood, Azië. Het mooie thema. Eindshow is geprogrammeerd, dus die staat er ook klaar voor om gedraaid te worden. En ja, het is eigenlijk een beetje een sleep van invloed op de Aziëse cultuur, zeg maar. Het bouwen van zo'n podium en het festival zelf is niet binnen een paar uur gedaan. Het is veel werk. We beginnen meestal zaterdag voor het festival met het ijzerwerk. Dat staat vandaag allemaal gisteren nog afgebouwd. Vandaag begonnen met de decoratie die overal inkomt. En dan vanaf woensdag wordt het eigenlijk pas echt storm. Dan komt de tent, de wc's, dan komt eigenlijk al het extra, zeg maar. Dus dan komen ook de vrijwilligers van OJCK en ons netjes helpen. Want is dat een beetje te regelen met de vrijwilligers? Kun je alles bij elkaar krijgen? Ja, in de opbouwweek hebben we ongeveer 20 tot 30 personen van de vrijwilligers van KNX die ons uitkomen helpen. En onder het festival zelf is het iedereen uit de vereniging hier uit het dorp of vaders en moeders die komen tappen, diensten draaien, entry zetten, etc. Dit jaar een speciale editie, want Beats & Bands bestaat 10 jaar. Ja, de feestjes zullen in ieder geval tot 1 uur doorgaan hier, maar er zal zeker ergens nog afgesloten worden met het team. Maar voor de rest zal het een groot feest worden dit jaar, ja. En de komende jaren, hoe gaan die eruit zien? Gaan die nog uitbreiden? Of? Qua groei willen we het ongeveer deze omvang houden, maar we willen het wel tot in de puntjes uit gaan werken de komende jaren. En op artiestengebied willen we misschien ook wat gaan groeien, maar dat moeten we allemaal gaan kijken, want het blijft een dure hobby, zeg maar.